Robert Geesink liet zich veel van voren zien tijdens dit WK. Hoe was zijn dag? Ja, uiteindelijk iets minder dan ik gehoopt had natuurlijk. Ik was al redelijk vroeg mee in die afsprongen op de Kouwberg naar die grote groep toe. En ja, dat was op zich denk ik een goede actie. We hoefden daarvoor niet veel te doen. Maar ja, ik had gehoopt dat de koers achter zeg maar slopende zou zijn. Waardoor misschien maar een heel klein groepje over zou steken. In plaats van weer de hele grote groep aan kwam sluiten. En nou, uiteindelijk de laatste paar ronden was eigenlijk het beste er een beetje vanaf bij mij. En ja, dat is eigenlijk een beetje het verhaal vandaag. Ik ben blij dat Lars een hele goed net de vijfde plek haalt. En ja, grote klasse hoe die geheeft. En ik denk uiteindelijk dat het een goede actie was om wat vroeger te gaan. Waardoor de ploeg wat beter in de koers komt te zitten. En we uiteindelijk toch, met een tevreden gevoel denk ik, terug mogen kijken op deze wedstrijd. Jullie hebben als team veel laten zien. Ja, denk het wel. Ik denk dat het een goede keuze was om te gaan rijden op een gegeven moment. Omdat je dan toch iets meer op je gemak zit van voren. Het is gewoon heel erg lastig om elke keer voor aan de Kouwberg, zeg maar, van voor aan de Kouwberg te beginnen. Want dat is eigenlijk elke ronde gewoon weer een massasprint om daar naar beneden te knallen. En als je op kop rijdt natuurlijk, ja, dat kost twee mannen, kost het wel heel veel energie. Maar de rest zit meer op zijn gemak. En dat is denk ik hoe een ploeg hoort te werken. Hoe hebben de aanwijzingen van de bondscoach gewerkt? Op zich best goed. Ik had, zeker in die groep vooraan had ik natuurlijk de tijd om te kijken. En bedoel, als je in die afdaling zit, dan is het heel moeilijk om nog op een bord te kijken, maar in een peloton. Maar gewoon als je in die groep zit, ja, dan heb je iets meer de tijd. En dat ja, het heeft zeker gewerkt. Ik bedoel, dit is een manier waarop je nog wat van de voorsprong weet. Maar het is niet echt een super uitvinding natuurlijk, met alle ploegen doen het. Alleen dan met gewoon whiteboards waar mensen langs de kant staan. Dus voor alle landen doen het eigenlijk. Dus wat dat betreft is gewoon een ik denk iets wat we de komende jaren zullen blijven zien. Weliswaar misschien niet elektronisch, maar dit was een goede manier om het rijden zonder communicatie een beetje op te lossen.